Leuk dat jij weer kijkt naar een nieuwe vlog van ons grote avontuur hier in Hongarije. Het is maandag 28 oktober en ik ben vanochtend om 6:15 de keuken ingedoken om iets Hollands te maken. Nou ja, kijk maar even. Thank you.
Hollandse erwtensoep. Daar maak ik Patrick helemaal blij mee. Dus ik heb 6,5 liter aan Hollandse erwtensoep gemaakt. En ook rookworst had eigenlijk nog er doorheen gedaan. Dus die ruikte lekker. Die staat nou lekker te rusten. Maar het is nu, hoe laat leven we nu? 9:30. De soep is dus klaar. De afwas is ook weer aan kant. En nu is het tijd voor mij om te ontbijten. En zometeen voor Patrick ook. Maar die is nu op de wc. En ja, we wensen jullie heel veel kijkplezier met deze nieuwe vlog. Maar ik ga eerst eventjes nu een momentje voor mezelf pakken. En dan gaan we de dag echt starten. Heb je lekker gegeten? Je bent zo aan het nalikken. Huh? Je bent zo aan het nalikken. Nou, we zijn weer buiten. We gaan weer aan de slag. Gisteren was het uiteindelijk donker en konden we niet meer goed zien wat we aan het doen waren. Dus we gaan vandaag verder. Hier hebben we natuurlijk gisteren het gras ingezaaid. In deze strook. En Patrick heeft gisteren hier grond opgegooid en was ik dit al aan het uitrijven, dit stuk. En Patrick is nog wat wortels ertussenuit aan het vissen. Laat ik mijn handschoenen in die bak, hè? Ja, yeah, dat dacht ik al. Dan zijn ze nat. Oké. Okay. Anders waren mijn schoenen ook nog onder de nattigheid. Bakkers, die was zo... Oh, ik wil een koekje, ik wil een koekje. Jij was gras aan het inzaaien. Ik zet hier de chocomel neer, de koffie neer. En ik ga naar binnen doen om de koekjes te halen. Schietbakkers onder de tafel, hè. Ja. Nou, geef ze maar de koekie. Dan zijn we er vanaf. Er zitten perreweps. Nee. Kijk, perhaps. Nou, het gaat goed. We zijn het ene stuk is al bijna helemaal klaar. Patrick is het laatste gedeelte aan het inzaaien. We moeten nog even opharken. Bewateren. Of inharken. En dan bewateren. En dan is het ene stuk weer af. En dan gaan we weer naar het volgende stuk. Wat zie jij? Oh, de post. Hè? Nee, wij krijgen niks. We hebben ook geen post nodig. Hé, Doerak. Ja, jij was net niet aan het luisteren, hè? Nee. Alles hier omver, hè? Ja. Ja, maar ik denk niet dat er een van de twee durft te komen halen, nou, omdat ik net boos werd. Nou, goed zo.
Ja, nu jij nog, hè? Kleine draak. Ik kan eens weg. Je bent een kleine draak, jij. Shit. Wat is dit? Zijn er nieuwe keuzes of zo? Ik had één. Dat het een heel bot is. Dan slijm eruit. Oi, oi, oi. Nou, maar het is dus eerst koffietijd. Want dat hebben we wel verdiend. De eerste grote meters van gras is ingezaaid. Dit hele stuk zo. Boop. Dat baantje hadden we natuurlijk gisteren ook al gedaan. We hebben nog heel wat te doen daar. Maar eerst gaat Patrick de groeigrond, die hebben we straks ook nodig voor dit tussenpad hebben. Die gaat hij daarheen slepen. Want we hebben zoiets van, als we daar zo nog een beetje grond hebben liggen en meuk, is niet zo heel erg. Want anders is dit straks ook van de winter een modderpoel. En we willen elke lopen naar de compostbak en zo. Dus we gaan proberen dit eerst daar glad te maken. En dan gaat Patrick met de frezen doorheen. Heel lichtjes. Centimeter of twee. Dan een beetje harken. Walsen. Graszaad erin. Weer lichtjes harken. En bewateren. Dus we hebben nog wat te doen. We hebben nog heel veel meters te gaan. Maar het eerste gedeelte zit erin. En ja, dat paar stukje pad, dat wordt dan tussen van het voorjaar. Dan hebben we in ieder geval dit kleine stukje waar Patrick gewoon overheen kan met de machines als die op klus gaat. Nou, het wordt in ieder geval heel gaaf. Het wordt netjes. En dan te bedenken dat we ruim vier jaar geleden dit huis kochten als vakantiehuis. Toen eigenlijk al heel snel besloten om hier te willen gaan wonen. We wonen hier nu in januari 2 jaar. En hier heeft vanaf momenten waar de sleutels hebben, zijn wij volop aan het zagen geweest. Alle zieke bomen weggehaald. Het was voor de nieuwe volgers, kijk heel veel vlogs terug. Het was hier een oerwoud. Dus eigenlijk de plek waar we nu staan, waar nu het nieuwe gras is ingezaaid. Daar heeft ruim, denk ik, 3 jaar. Nou, vanaf 4 jaar geleden zijn we begonnen met hier een natuurlijke bult neer te leggen met hout. En het heeft hier 3 jaar gelegen. 2 jaar? 2,5? Ja. Heeft hier een hele bult met hout gelegen. Echt een hele grote bult. Daar kon je gewoon niet omheen overheen kijken. En nu kunnen we eindelijk hier ook het gras inzaaien. En wordt dit stukje tuin ook weer benut. Ja. En dan straks in de toekomst daar zo, waar de stenen staan en de vogelverschrikker. De tuinkas, daarachter de fruitgaard. En dan in de toekomst ook weer daar de dierenverblijven. Er hoort de tuin nog eens wat. In plaats van een oerwoud is het straks een echte ranch. Ranch, ranch. Hè? Hè? Ja. Het heeft al veel veranderd hier zo. De afgelopen jaren. Het wordt steeds mooier.
snert weer, of niet? Het is snert weer, de zon schijnt buiten, maar hè, jij wilde snert. Snert, de worst zit onderop, die zijn beneden gevallen. Een stukje, stukje stokbrood, lekker appelsap. Nou, ik zou zeggen, eet smakelijk. Ik ga de mijne ook pakken en dan gaan we lekker eten. Want het is alweer 2:30. Nou, zoals jullie kunnen zien, we zijn weer klaar met eten. Ik heb even mijn rust gepakt. Patrick is weer verder gegaan met die bult hier weg te halen. Nou is het tijd om water te geven. En we gaan weer door. Grond, grond. Zaaien, zaaien. Grond, grond. Zaaien, zaaien. Meer hebben we niet te vertellen. Nou, we zijn zover om dit stuk ook te egaliseren. Dus dat pad, daar gaan we natuurlijk nog niet inzaaien, maar daar doen we al wel de grond erop. Dus aan mij achter schone zaak om met de hark en dan alle worteltjes eruit te gaan vissen en dan te egaliseren. Ja. Komt goed. Zijn jullie aan het niksen? Zijn jullie een beetje aan het relaxen? Ja, ik zie het allemaal wel hoor, terwijl wij heel hard aan het werken zijn. En jullie maar lekker relaxen, hè? Ja, jullie mogen niet achterkomen waar we nou met grond bezig zijn, hè? Nee. We hebben genoeg plek hier in de voortuin. Genoeg plek. Genoeg plek heb jij in de voortuin. Hoe gaat die, meneertje? Hoe gaat die? We maken al flink wat meters, hè? Even de cola aanvullen in de koelkast. En dan gaan we eerst een slokje drinken. Voordat we verder gaan. En zo te zien moet de kraan ook een slokje drinken. Ja. De kraan moet ook een slokje drinken, Bak. Ja. Jullie ook. Jullie mogen ook weer een slokje drinken, ja. Ik dat zie het. Jullie mogen ook weer een nieuwe drinken. Nu met deze. Oei, Ini. Oei, Ini. Ja, zand, beestjes, grond, gras. Hé, hey, Bakkes, ga je doen alles mee om mond, hé. Jot, pas op, straks valt je staart eraf van al dat kwispelen. Straks valt je staart eraf van al dat kwispelen. Komt je de nieuwe drinken eraan? Nieuwe Ini. Oei, Ini. Asta. Ga kijken dan bij de baas. Ga kijken dan. Ik zie hem al. Oeh, ga kijken dan. Daar bij de baas. Nieuw drinken. Zuipen, zuipen, zuipen. Zat zult er niet worden, want het is water. Ja, de vogeltjes moeten we ook niet vergeten. De vogeltjes moeten we ook niet vergeten. Nee, het is alweer leeg, hè. Het is alweer leeg. Ja. Jullie krijgen drinken, jullie krijgen eten. Maar de vogeltjes moeten toch ook eten krijgen. De vogeltjes moeten toch ook eten krijgen. Ja, niet alleen jij en jij, maar ook de vogeltjes moesten weer even gevoerd worden. Want zou je er elke ochtend naar de vogeltjes kijken? Elke ochtend, zo, hier, vanuit het raam, vanuit de stoel. Kijkt het vrouwtje naar de vogeltjes. En jullie zien ze ook en horen ze ook. Nou zijn de vogeltjes ook weer actief. Dus even gauw weer vroeg neergelegd. Zo. Ik was eventjes hier achter mij bij de bult weer een emmertje met wortels liggen. Die we kunnen op gaan stoken deze donderdag. Want dat is de eerste donderdag van deze maand. Nee, volgende week donderdag. Dat is de eerste donderdag van de maand. Ja, dan kunnen we weer gaan stoken.
Maar ik zat mij even te beseffen hoe mooi dit is geworden. Straks het gras erop gegroeid is dat grote project grondwerkzaamheden waar Patrick zo lang mee bezig is geweest. Al ruim een jaar. Natuurlijk eerst de oprit, waardoor hier grond is gestort. Nou ja, eigenlijk moet ik het eigenlijk veel eerder zeggen. 2 jaar geleden zijn we natuurlijk gestart met het grond weghalen hier vooraan bij de moestuin hier zo. Om naar boven te rijden voor de funderingbed te maken voor de garage, voor de schuur. En daar zijn we ook maanden mee bezig geweest. Toen uiteindelijk natuurlijk de schuur gebouwd, beton gestort, schuur gebouwd. Nou, en alle andere werkzaamheden die allemaal tussendoor kwamen, alle andere klussen zoals de grote moestuin aanleg. Maar als je dan nu ziet waar we naartoe hebben gewerkt, ben ik toch wel apen trots op wat wij voor elkaar hebben gekregen. Ja, het is wel een beetje donker aan het worden. Over een half uurtje, drie kwartier is het echt donker. Dus ik ga even dit stuk wat ik heb uitgevlakt, ga ik even aanwalsen. Dat blijft dus ongezaaid. Maar dan is dit stuk, gaat Patrick nog eventjes grond verdelen. Kunnen we daar morgen met de vrees doorheen. Kunnen we daar ook gras zaaien. Hier zit namelijk nog een hele zonk. Dan is dit stuk ook gezaaid. En dan kunnen we aan dat stuk gaan beginnen. Nou, dat zijn behoorlijk wat meters, dat zien jullie ook wel. Maar dit is echt al super tof. En ik ben apentrots, al zeg ik het zelf, hoe wij het weer voor elkaar hebben gekregen. Echt mega tof. Nou, we hebben weer echt soep die ik in de vriezer ga stoppen. Ik heb al een gedeelte naar de buren gebracht. Ik heb nog voor morgen in de koelkast staan. Ze eten morgen nog een keer dit. Dit ga ik eens in de vriezer brengen. Dit zijn 2 porties. 2, dus al 4, 6, 8 porties die de vriezer in kunnen. Ik zeg, dat geeft niet, want ik kan van de week misschien nog een planken schuren als ik tijd een keer heb. Als ik weer een keer tijd over heb, nu we in de grondwerkzaamheden weer zitten. Nou, ik ben binnen bezig. Patrick is al plankjes aan het bijtje. Lange plankjes. En Patrick heeft er straks, terwijl ik ook al binnen was, uitgemeten voor de stookplek. Dat komt hij natuurlijk hier niet binnen. Dat komt buiten, in de tuin. Je ziet die vierkantjes. En daar. En daar. Zo groot wordt hij. En die vierkantjes, die zie je, dat zijn de tegels of de stenen. Die stenen die hebben we in de tuin liggen. Die komen van de oude oprit af. Voor bij de grote poort. Aan straat. En die zijn we aan het hergebruiken voor van alles en nog wat. In de moestuin hebben we allemaal hergebruikt. En voor de stookplek. En we willen straks, denk ik, in de kas. Oh nee, we willen de kaffiets in de looppad leggen. In de kas, de tuinkas. Nou, dat is niet buiten dan. Ach jong, we hebben nog genoeg kaffiets liggen. Achter. Komt goed. Nee, maar anders kunnen we die stenen gebruiken, hè, in het midden van het pad. Kan makkelijk. We hebben nog stenen zat. Dus dat eigenlijk. Maar jij bent nog even aan bijtje. Ga je de andere kant ook nog even doen? Die zijn klaar. Oh, die zijn al klaar. Oh. Het is alleen die kant nog. Aan twee kanten. Oh, nou dan ga ik binnen nog even gauw verder. En dan is het zometeen tijd om het brood te gaan zagen. Ik heb namelijk het brood wat jullie hebben gezien in een andere vlog. Toen ik kleine zachte broodjes, puntjes ging maken, heb ik van hetzelfde deeg een casinobrood gemaakt. Dat is ons goed bevallen. Alleen nou dacht ik voor de gein, ik zal dus ook eens een keer proberen dezelfde ingrediënten te stoppen in de broodbakmachine. Want als je het in de broodbakmachine doet, dan scheelt het qua werk. Want dan kan je gewoon aan het werk buiten of andere dingen doen. En de broodbakmachine doet het werk. Dus dat gaan we straks testen. En jullie liggen lekker bij de kachel, want de kachel staat eventjes aan hier in de schuur, hè? Jullie liggen lekker bij de kachel. Ja, stel luxe poezen. Hoe is de kwaliteit? Kwaliteitscheck. Dat doen wij, hè? De kwaliteitscheck. Roadcheck. Oh ja. Niet zo compact als het andere.
Ja, hè? Ja. Perfect. Super. Oeps, ik kom er net achter dat ik de vlog van gisteren niet heb afgesloten. Dus deze vlog die jullie hebben gezien. Ja, we hebben heel wat meters verzet en we hebben heel hard werk geleverd. Maar we moeten gewoon nog even doorgaan voordat het af is. Dus doe de duimpjes omhoog, vergeet je niet te abonneren. En laat een leuke reactie hieronder achter. En zien we elkaar morgen weer bij een nieuwe vlog. Dus tot morgen. Houdoe!